Hallo bij Glacian en welkom bij een mini monster challenge. Voor mij tenminste een mini monster. Ik ga namelijk met de Abarth 500 racen tegen Don in Zymeworld Raptor. Ik heb zelf een race aangemaakt met checkpoints. En de eerste checkpoint is 18 kilometer hier vandaan. Het is allemaal een beetje off-road en eigenlijk. Er zitten nog wat speciale dingen in. Maar het zouden allemaal dingen moeten zijn die we kunnen doen met de monster truck. En ja, ik heb mijn Abarth heel iets aangepast. Hij ziet er fucking cute uit. Maar ook wel een beetje boos nog steeds aan de voorkant. Dat komt voornamelijk door die motorkap met die carbon delen erin. Het lijkt echt net van die chagrijnige wenkbrauw. Die zo, dat hij zo kijkt. Zo schattig. Ik ga vol gas nu 2.42 van de berg af en ik haal jou in. Ja, ik ga vol gas nu 2.21. Succes. Maar waarom gaan we over de weg als we over de berg heen kunnen? Ja, omdat er veel bomen staan. Jij kan er wel tussen, maar ik raak de andere bomen aan met allebei de kanten. Oh, auto. Maar dat ziet er zo schattig uit, hè, met die BMW. Ja, die mos. Ja, dat zie ik die zo. Fiat 500 is echt cute. Dat is echt een awesome autootje. Ik vind dat eigenlijk de enige auto die ik gewoon nog wel als klein autootje waardeer, zeg maar. Voor de rest vind ik het allemaal kut auto's. Fiat Panda, de Ford Ka. De weet ik het allemaal zo, wat. Allemaal de Mini Cooper. Ik vind het allemaal kut auto's. Allemaal van die wijfauto's. Dit is ook wel een wijfauto, maar de Abarth vind ik toch iets hebben. Ik weet niet, de styling of zo vind ik net. Ja, dit is mooier. Ik ga hier vanaf als ik kan. Jij rijdt me gewoon aan. Wat de fuck ben jij aan het doen? Oh. Jij rijdt me echt gewoon aan. Ik zat onder jouw monster truck. Jongen, ik zag dat niet eens met de kleine. Ik knalde met één band tegen de vangrail muurdinges hier aan en ik deed een 360. Ja, 360 One Tire met de Fiat 500. Oeh, ik vraag me af wanneer ik van die berg af kan rijden, want hier zit overal van. Ja, hier zit overal van die muurtjes, ja, dat is fucking kut. Nee, ik vind de vangrail. Ja, oké. Oh, hier, gat! Oh, poeter! Zit er een gat? Oh ja, dat is een gat. Fuck, boom. Maar dat doe ik nog niet aan. Jawel, dat doe ik ook wel aan. Woehoe! Backflip! Iets te vroege backflip. Hallo Don, ik ben een schildpad geworden. Hallo. Nog liever een schattige. Oh, ik ben even achterwaarts aan het rijden, want. Een schildpadhanden. Ja. Of schildpadhanden. Ik zie echt geen zak. Ik zie echt gewoon niks. Als ik naar beneden kijk. Ik zie echt gewoon niet waar ik naartoe rijd. Die camera is zo verneukt. Weet je? Ik moet echt een first person. Ik ga gaan. First person. Ja, ik ook nu. Maar dan echt cockpit. Want alles ziet er zo mooi uit van ladder en alles. Oh. Bij mij is alles met carbon. In ook fucking groen. Wat je daarvan? Kijk, maar nou kan ik ook wel weer achter de auto gaan rijden. Dit is het echte terrein voor de monster truck. En daar was het hoop ook op. Is de enige auto die echt vol gas kan over het... Ja, klopt, ja. Wat off-road. Wee, dit is echt leuk. Ik vind het echt cool. Oh, dit is een wheelie soort van. En what the fuck gebeurt daar? What the fuck gebeurde daar? Hallo monstertruck, dank je. Oh shit. Ik deed rare dingen, joh. Hij zat een beetje vast onder de grond. Ik wil jou inhalen, maar af en toe doet mijn Fiat 500 een soort van wheelie. Geeft dan eens gas. Ja, bij mij ook. Daar hebben we een probleem van. Dan gaat hij terug liggen. Oh, bij mij gaat hij dan op de rug liggen. Ja, bij mij nog niet op de... Nou gaat hij half op de rug en dan staat hij weer in stoel. Die dingen zijn zo glitchy. Ik heb ook het vermoeden dat deze de Fiat 500 veel hoger kan vliegen dan een Raptor. What the fuck? Aangezien die lichter is. Wist je nog dat ik ging dansen? Ja. Wist je nog dat ik toen was een dansen op twee wielen? Dus dat deed ik nu ook, maar nu reed ik met 200 dansend over het platteland. Goed bezig. Ik probeer jou in te halen, maar die Fiat 500 vindt het niet grappig, al deze heuvels. Nee, stop eens met over de... Oh, het is net een rondtour met jurk en zijn kont. Echt. Hallo vliegtuig en straaljagers, die gaan bijna elkaar knallen. Oh, holy... Ik ben door de looping gegaan. Ja. Oh. En ik ben nu weer verder aan het rijden. Ik ga nou naar de looping toe. Ik weet niet precies waar de fuck ik bij de looping kom. Ik ga gewoon een beetje enthousiast hier naar boven springen. Dat het kan. Ik ben vier zeker. Hey, die checkpoint is best goed geplaatst eigenlijk. Ik kon het heel moeilijk zien op de map. Ja, wee, looping! Vond de Fiat 500 niet leuk. Yay!
Raptor. Vocht Raptor vond ook dat niet leuk, die vloog er ineens vanaf. Oké, halfpipe, 400 kan, backflip. Dat tegen de zijkant. Oh fucking yeah. Oké, dat was het. Ja, puur omdat het kon. Het is niet slim, want Don die loopt nou nog verder uit. Tuut! Kom jij er ook aan scheuren? Oh shit! Kijk, dit is nog mooier terrein. Echte zandduinen. Mooi terrein voor de Raptor. Niet voor de 4200. Help! Oh, Willy. Ja, dat doet, dit ding doet niet anders. Dit ding vindt echt gewoon niks leuk. Dit is echt geen geschikte monster truck. What the fuck is die aan het doen? Dat ging je. Doe eens niet, doe eens lief, draai om. Hoe de fuck ga ik naar beneden? Ik van de berg af. Ja, maar hoe ook? What the fuck? Wee, nee, ja. Schildpad. Je bent een Fiat schildpad. Ja, toch ongeveer. Oh, wat? Waarom span je niet 100 meter verder? Omdat, weet ik niet. Ik gleed er vanaf en ik was opeens dood. Niet weer! Oh, niet stop, niet. Jongen! Oh. Fucking hell! Ik ben 100! Lief! Ik heb echt spijt ervan dat ik jou heb gekozen, kidding. Wee! Oh. Oh my god, en ik probeer echt gewoon met de linker stick hem een beetje naar voren te drukken, zeg maar. Dat hij aan de grond blijft, maar dat doet hij niet. Het is op zich wel een mooie race, volgens mij, hier allemaal overheen. Of niet? Ja, klopt. Het is een mooi duinenpakket voor monster trucks. Voor fatsoenlijke monster trucks, niet voor mini monster trucks. Wauw, ik ben een salto. Hoe vind je die dan? Goed bezig, ik ga er nou een doen. Doen dat kan. Oei. Oh, bitch. Ook soms wordt er niks. En ik doe de honden krapdans. Of zo. Come on. Ja, lekker. Oh god, hij stuit het gewoon over een berg heen. In plaats van er overheen te rijden, stuit het hij er overheen. Goed bezig. Ik maak extra salto's zodat dat we bij elkaar in de buurt blijven. Ja, en dit ding. Ik heb extra daar liggen als een schildpad of wat. Ja, nee, ik stond even stil, maar sommige van die jumps die zijn echt niet goed. Voor mijn ding. Stop! Naar de checkpoint toe. Backflip! Oh! Oh, dat telt niet. Dit ga je niet menen. Dat is een vuile checkpoint. Er ja, ik ook. Oh, op weg naar de finish, die is naar links toe. Nog meer duinengebied, wat bomen, jouw favoriet. Hoi. Die dalen pas ik niet eens door. Is het nu vol gas? Ik geef nu vol gas, ja. Hij moest nagaan, hij moet uitlopen op iets van een hogere acceleratie. Oh, straaljagers, hallo. Hogere acceleratie. Oh my god, jongen. Nou ja, ik heb in ieder geval een les geleerd. Volgende keer als ik een monster truck race doe, pak ik niet de Fiat 500, maar gewoon de Raptor. Of een andere monster truck die ik tegen die tijd heb. Want dit ding is echt niet geschikt. Het is gewoon voor de fun dat je erin hebt. Maar echt fatsoenlijk mee monster trucken, als dat een woord is, dat is gewoon niet te doen. Echt niet te doen. Oh shit. Dit is een flinke jump. Oeh, double backflip. Die niet goed uitkwam, want ik landde op mijn dak, maar dat maakt niet uit. Dat was wel een fucking zieke jump inderdaad. Die bomen. Backflip. Ik zet hem altijd dwars. Ja, ik rij ook even over het kleinere stuk. Of het lagere stuk. Weet je wat, ik ga naast dat die berg Ja, dat ga ik nou ook doen, en dan kom ik weer een beetje bij, want die Fiat 500 vindt die heuvels echt niet leuk, hè. Voor mij vindt dit ding drempels nog kut. Als ik het zo bekijk. Echt rampen. Een auto-ongeluk, wel door dingen. Oh, Galio, heb je een Galio op stationeren? Heb je een Galio in de groep? Sinds het begin al, volgens mij. Maar oké. Okay. Oh, over de weg. Oh, dat is ik niet eens. Kluisterd. Ja, dat is zo prachtig. Sign Wave Digital 8 Radio. Je ziet al de berg waar we naartoe moeten. Okay. Ik zie het doel. Meen je dat? Er heet een radiostation. Die heet K-Beef. Mooi toch? K-Beef. Ja, ja. Ook Moogol. Moogol. Het rare was alleen dat ik de checkpoint niet bovenop de berg kon zetten. Alleen aan de zijkant van de berg. Wat ik een beetje bullshit vind, want het lijkt me dat hij gewoon naar de bovenkant van de berg moet kunnen. En jij loopt nog steeds uit op mij. Dit lief. Je hebt een trage auto.
Oké. Okay, mijn heeft 2 punten meer dan jou, dat is nog het raarste. Oh. Ja. Hallo. Maar mijn ziet er schattiger uit. Ja, maar ik vind het niet om schattigheid draaien, ik vind hem om de beast heet. Hier is die maag ook. Oh. Wow. Holy crap. Alsjeblieft. Oh. Zeker, dat paardjes van metaal, kom op, hé. Ik heet zo'n berg op, maar een baaltje ook maar. Oh, dat was echt mooi. Maar ja, we hebben weer iets ontdekt eigenlijk. Als ik dus op mijn dak lig, en jij knalt tegen me aan, dan vlieg ik fucking ver weg. Daar moeten we dus even wat mee testen. Dat kan interessant worden. Nou, ja, vooral op daar kan je niet voorkomen, dus over de Mexicaanse grens. Dit wordt wat. Bomen. Oh nee, bomen! Ja. Ah. Bomen. Jouw favoriet. Ook die van de Fiat 500. Die heeft ook echt een teringhekel aan bomen. Die heeft het ook echt. Jouw banden die passen 8 keer in één van mijn banden. Daarom start het mij ook zo fucking veel. Oh, ik heb hier een perfect pad er tussendoor gevonden hier tussen de bomen. Straks heeft mij te weinig kracht om boven te komen. Ik ga heel even hier tussendoor, want dat past bij mij. Ik weet niet of het bij jou past. Oh oh. Nee. Oh fuck. Nah, schnitzel. Oh oh. Come on. Nee, what the fuck is die 4500 doen? Stop. Stop. Niet van de berg afglijden. Come on. Oh my god, jongen. Dat ding glijdt gewoon. Hè? Ik geef wel gas, maar dat ding glijdt gewoon. Dat ding glijdt echt gewoon. Van de berg weet je wat de lelijkste. Wauw. Ik moet omrijden, ik pas niet tussen de boom heen. Ja, hebt het gered. Dat is zo lelijk. En ik heb nog 30 seconden. Ik kan gewoon. Ik kan niet finishen. Kom je hier die berg niet op? Nope, ik glij nu van de berg af. Deze fucking auto, waar is de finishlijn? Daar helemaal, dat red ik nooit in 10 seconden. Dat red ik echt nooit. Ik zat echt gewoon vast op die berg. Ik gleed er vanaf. Dat was echt zo lelijk. Ik haalde net niet 10 seconden. Nope. Ik was wel in de buurt nog. Oh, maar ik ben gewoon tweede geworden. Ik krijg alsnog gewoon cash. Oké, okay, prima. Oh, wat? Ik heb extreme points. 154 kreeg ik ook. En ik gleed nu van de berg op als een schildpad. Dat was zo fucking awesome, ik gleed echt van de berg op zijn schildpad. Oh wauw, jij bent daar. Ik ben helemaal teruggereden. Ik wil jou helpen, ik wil je een boost geven in de berg op. Ik was er al lang niet meer. Ik was al lang hier naartoe gereden. Oké, kom op schildpad. Wees een schildpad. Glijf van de berg af. Ik weet dat je kunt, je doet niet anders. Oh, bitch, boom! Ja, schildpad. Nee, geen schildpad. Oh my god. Ja, nou, ik zou hierboven een salto machtig iets maken. Ja, en dan kijken of ik een schildpad kan worden. Oh, ik word al een schildpad. What the fuck, game. Ik werd al een schildpad toen ik naar boven reed. Toen gleed ik over de berg heen en knalde ik tegen een boom aan, toen stond ik weer op 4 wielen. Die monster trucks echt, die zijn zo heerlijk glitch. Yep. Oh, ik wil een keer op mijn dak blijven. Come on, game. Ja, zo gauw is die dude bij ons is, geven we gas. Dus nu. Oh, Billy. Kudding, stuur dan ook. Ik ga ze even nooit gebruiken. Oei. Hoe hard ga jij? Jij loopt 5, fucking hard uit op mij, jongen. 5,35. Dat haal ik niet. 5,40. En ik rijd gewoon door en nou rem ik keihard af. Ik geef gewoon met gas. Jij gaat die rondjes draaien. Ik geef vol gas, maar dan gaat die rondjes draaien. Ja, maar dan ben je fucking van links. What the fuck? Jij bent echt fucking van links. Oh, dat vond ik dus zo lelijk op dit ding. Ah, die heeft niet die boelbar. Dat vind ik zo jammer. De auto ligt op zijn zij. Ha? Oh. Ah. Oh, hij schoot er tussendoor.
Ah. Oh, wat? Dat viel een beetje tegen. Hij rijdt wel. Bitch, niet rijden. Daar heb je jou niks op gevoel. Oh, wat? What the fuck gebeurde daar? Holy crap. Dat was fucking ziek. Die jongen die rijdt nog steeds. Maar die heeft niet de schaatsjes net gedaan. Straks drukken we helemaal aan de andere kant van de map toe, dat is wat fijn. Hoe kom ik hier? Ja, vlieg je zo de Canadese ding. En nu moest er wat zijn dat je niet kan teleporteren, dat was nog mooier. Nou rijdt hij zelf door of nog niet? Ja wel. Nee, ik beuk ernaar. Kijk dat. Wat? Het ziet er zo droog uit. Oh, jezus. Die jongen is sowieso straks niet waar die AFK was gestaan. Wat nu? The fuck? Ik was hier AFK gestaan. Wow!